De Football Equals Foundation richt zich op gender equality te ontwikkelen en te promoten via het voetbal. We vinden allemaal dat diversiteit enorm belangrijk is in het bedrijfsleven. Er worden quota opgesteld als we het niet halen. Maar waar het eigenlijk om gaat is dat het vanzelfsprekendheid moet zijn dat jongens en meiden hun talent kunnen ontwikkelen. Dat is de basisgedachte erachter. En wij geloven dat de voetballerij aan de ene kant gewoon een spiegel kan zijn voor de maatschappij. En dat het vaak is. En tegelijkertijd ook wel misschien de meest conservatieve wereld is wat dat betreft. De voetballerij is gewoon echt een mannenbolwerk. Waarbij je eigenlijk bijvoorbeeld al uitsluit dat er een groot gedeelte van je vijver qua talent al uitgesloten wordt. Dat is natuurlijk ongelooflijk zonde. Speelstijl, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat je te maken hebt met een soort van botsende, eigenlijk meer complementaire, het zou beter zijn om het zo te zeggen, speelstijl. Die meiden zijn echt bezig met het team, heel sterk in het positiespel, zoeken elkaar steeds op, zijn heel goed in een stapje vooruit kijken. En de jongens zijn meer individueel gericht, zoeken meer de individuele actie. Er zijn natuurlijk jonge jongens ook, en die willen graag uitblinken, individueel uitblinken door het maken van acties. En meiden hebben er wat minder behoefte aan, die zijn wat meer bezig echt met het team sterk maken. Maar dat is hartstikke mooi om te zien. Eigenlijk kan je anno 2016, 2017, kan je gewoon volgens mij niet meer zeggen dat het niet vanzelfsprekend is om talenten een kans te geven zich optimaal te ontwikkelen. Maar we doen het nog steeds niet. No time for me. I've been flying from town to town.